wat heb je nu uit Big Brother geleerd? Wat ik het meest uit Big Brother heb geleerd is relativeren en echt genieten van alle prikkels die je in het leven krijgt. Want op een gegeven moment zat ik echt in het dagelijks leven te hopen en eigenlijk te zoeken naar prikkels. Omdat ik er zoveel mogelijk op een dag wilde hebben. En als ik er niet genoeg had, dan had ik een slechte dag voor mijn gevoel gehad. Destijds wanneer Big Brother bepaalde van ja, nu gaat er iets gebeuren, dan waardeerde je dat ook echt. Mm-hmm. Dus sommige straffen of moeilijkere opdrachten of opdrachten waar je in faalde, kon je dan ook wel weer terug op kijken en denken bij jezelf, ah ja, misschien had ik het anders kunnen doen, misschien had ik het zo kunnen benaderen. En daar leer je van. En ja, zoals ik al zeg, al zou je ergens afgaan, dan leer je weer ergens van, waardoor je dus sterker, in een sterkere positie later komt te staan. Dus ja, echt genieten van de kleinste prikkels of kleine prikkels of überhaupt een prikkel. Dat is het beste wat ik heb geleerd in Big Brother. En dat neem ik zeker mee in het vervolg. En dat waardeer ik enorm. Nou, ik vond jou vrij regelmatig heel onzeker. Een twijfelaar over jezelf. Klopt, ja. Is dat buiten het huis ook zo? Buiten het huis ben ik niet gigantisch onzeker. Mm-hmm. Ik bedoel, ik ben 20 jaar, eigen bedrijf, de nodige boekingen al op mijn naam staan. Evenementen uit kunnen werken, terwijl ik zelf nog student eventmanager ben. Dus ja, op werkgebied niet zozeer. Uiterlijk ben ik wel heel ijdel, maar dat ja, ook niet echt heel onzeker over. Ik ben wel altijd onzeker over het feit hoe ik overkom. Want ik heb al vaker doorgekregen dat ah ja, maar als jij een DJ bent, dan ben jij sowieso stereotype fuckboy. Of als jij 20 jaar bent en je hebt je zaakjes op orde, ben je dan niet een beetje uit de hoogte aan het doen of arrogant aan het doen? En daarin wilde ik mezelf echt tegenkomen in het huis. En ja, vooral vanuit Naomi bijvoorbeeld ook echt wel hele lieve woorden gekregen van met, denk niet te veel na, je bent echt een toffe gozer. Maar niet alleen van Naomi, ook van de rest. Maar ja, dat was de enige onzekerheid die ik zowel in het dagelijks leven meedraag als hier. Maar die is nu echt volledig van de baan af. Ook nu ik zoveel lieve berichten heb gekregen. Bijvoorbeeld op mijn Instagram, waar ik die post heb gedaan dat ik die 15.000 euro heb gepakt. Ik dacht in eerste instantie dat heel veel mensen mij dat kwalijk gingen nemen. Maar ja, dat ik nu al over ja, de duizenden comments heb gehaald. Die allemaal zeggen, met supergoede keuze, dit heb je echt super slim gespeeld. Dat doet me heel goed.